Hallo meester, vandaag rijdt u de Groene Veer naar Schaag in verband met werkzaamheden. Onderweg zal u ook een test SGM tegenkomen. Nou, wat dat gaat zijn, ik heb geen idee. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Train Simulator 2016. Mijn naam is Victor en vandaag gaan we weer even flink knallen met die Virm, wat we dus net al in het scherm zagen. We gaan eens even kijken, want volgens mij hebben we weer een redelijk lange Virm die wij mee moeten sleuren. Ah jawel. 1, 2, 3, 4. Tel ik nog goed? Ja, 4. 5. Oh, een 8-baks Virm. Prima. Ja, we rijden helaas weer met een Virm. En ik weet niet, maar dat... ik ben weer te vroeg vertrokken. Oh nee, dan net niet. Ja, we rijden inderdaad weer met een Virm. En dat komt omdat ik een beetje wat nieuwere scenario's wil spelen. Ook omdat ik een beetje voorloop. Wat hier links links komt van me, dat heb ik nog nooit gezien. In Train Simulator dan. Maar wel heel leuk gedaan. Moet ik zeggen. Heel leuk gedaan. Mogen ze vaker doen dit soort dingen. Een graafmachientje over het spoor, hè. Met ook gewoon de dingen dat hij inderdaad over de weg kan en dergelijke. Heel leuk. Even kijken. Ik heb vandaag reacties natuurlijk ook meegenomen van aflevering 87. Heleboel reacties ook. Dus we moeten er een beetje vaart mee maken. Ruben van Doren. Ik zou best wel een scenario voor de 100ste aflevering willen maken. Ik heb nog een paar vragen. Welke eisen stel je aan het scenario? Nou, hij moet Nederlands zijn en ongeveer 20 tot 30 minuten lang. Dat had ik toen ook erop gezegd. Kian Smit zegt first. Nou, Kian, super bedankt voor jouw leuke reactie weer. Even kijken. Nou, dan heb ik hier een hele lange reactie van degene waar wij het Skype-account van hebben gehad. En die zegt waar hij allemaal scenario's voor heeft. Dus dat ga ik even buiten wegen laten. Dan heb ik er hier nog eentje van Christian 983 second of zoiets. Ja, Christian. Kian Smit dan hier nog. Station lager en lijkt op Eet Wageningen. Ik kan het helaas niet vergelijken, Kian. Dus... excuseer. Nou, we zijn hier alweer op station Den Helder Zuid. En waar wij, denk ik, een wisseltje over moeten. Anders gaan wij dat niet hebben. Dat wij opeens een ATB hebben die aan het rinkelen is. Ongelooflijk, jongens. Gewoon bijna 100 Train Simulator afleveringen. Zo. Wil je een wisseltje over moeten, denk ik? Nee, niet eens. Oh, dat vind ik wel heel erg apart. Oké. Kijken of we hier als een mooi bakbordje hebben. Ik heb trouwens gehoord dat Bliefjes beta-tester is geworden van Noordwest-Nederland. Dus dat vind ik heel erg leuk. Oh, daar komt hier een SGM aan. Dit zal dan die test-SGM zijn. Maar waarom het een test-SGM is, dat weet ik ook niet, hoor. Laten we eens even kijken of we dat kunnen zien. Want ik vind het wel heel vreemd. Waarom is dit een test-SGM? Geen idee. Zal die waarschijnlijk ook doorrijden, denk ik, hè? Ik las toch duidelijk een test-SGM? Volgens mij gaat hij toch stoppen, hoor. Ja hoor. Oké, nou, het zal wel. Oké, laten we snel doorgaan. Want anders zijn we hier te lang stil. Want dan hebben wij boze mensen en dat moeten wij niet hebben. Oké, ik heb hier nog een reactie van... Even kijken. Treinen door Nederland. Hadi Victor, ik kijk altijd met veel zin naar je eigen scenario filmpjes. Ik kijk sowieso alleen maar TS 2016. Dat doe ik omdat ik TS leuk vind. Ik haat Dirk of Gino niet hoor. Nou, oké. Ja, het is. Wij zijn wel bezig, kan ik je vertellen, om proberen ons publiek iets breder te krijgen. Dus dat we wat meer farming. Ook wat meer farming kijkers sowieso hebben. Even kijken hoor. Wat heb ik nog meer? Niels Schoneveld. Leuke video. Nou, super dankjewel, Niels. Bedankt voor jouw leuke reactie. Een naam die ik nog niet vaak gezien heb trouwens, Niels Schoneveld. Dus, super leuk dat je erbij betrokken bent.
Joram van Herk, ik kan wel een scenario maken, maar ik vind het... eigenlijk geen tijd, maar ik vind toch een leuk scenario Game Channel. Ik wil ook nog altijd een keer een scenario maken met de NS 1800 achterop. Ja, dat is wat deze aflevering inderdaad. Ik zal je wel vertellen, daar heb je waarschijnlijk in Train Simulator wel heel veel bugs. Dus daar moet je even rekening mee houden. Bjorn Smit, leuke video. Nou, dankjewel Bjorn Smit. Tommy Train, ik heb wel een scenario dat je voor de 100ste aflevering kan krijgen. Contact mij via blablabla. Tommy, wat je het beste eventjes kan doen, wat ook het handigste voor mij is, is om even een Skype-account toe te voegen. Dat gaat dat allemaal net ietsjes sneller vaak. Jaden die zegt ook nog zijn e-mailadres. Zet maar even jullie Skype neer, jongens. Ook al heb ik er nu eigenlijk wel een scenario voor de 100ste aflevering. Maar ik wil hem zeker daarna, na die 100 afleveringen, nog eens een keer proberen te rijden. Want ik wil proberen na de 100ste aflevering, dat zou wel mooi zijn om gewoon iedere week een vers scenario te hebben. Dat lijkt me wel leuk. Even kijken. Als het... Christian 983 of Christian 983, hè. Als het gaat om scenario's maken, zelf heb ik geen Skype of TS16, maar wel heb ik ideeën op Noordwest-Nederland route. Dus mocht je het willen horen, stuur me even een berichtje. Als het gaat om afvallen, zelf heb ik op het moment geen behoefte om af te vallen. De laatste keer dat ik flink wat ben afgevallen is 100 kilo toen mijn vriendin dumpte. Volgende keer bij een DDR of M&M erbij aankoppelen. Hey, dat zou wel een leuk idee zijn. Ook trouwens heel heftig van jouw vriendin. En het is altijd heel rot. Ik weet wat het is, Christian. Even kijken. Maar dat is wel leuk inderdaad. Om dan nog zeg maar aan een MDDM te komen. Maar ik denk dat Train Simulator dan helemaal gek wordt. Dan snapt hij niet meer wat hij moet. Even kijken. Ik heb hier nog een reactie van René Beldman. Ik heb helaas geen Train Simulator. Dus ik kan je niet helpen met een scenario. Hij zegt, ik heb geen goede computer, ik heb een iMac, hel. Jammer, ja, dat is niet echt inderdaad een goede computer voor Train Simulator. Maar daar kan je wel hele leuke video's vooral mee editen, dus dat is wel leuk op zich. Ik zit eraan te denken ik wil sowieso thuis binnenkort dus een nieuwe auto kopen. Maar daarna wil ik eens gaan sparen voor misschien een MacBookje of zo, waar ik een beetje op kan editen en zo. Dat lijkt me wel geinig. DJ Sinnet, die zegt, leuke video, nou, dankjewel. Over de duimpjes omhoog zegt Mark, je hebt er nu 45. Succes met het maken van een nieuw scenario. Kan je erin maken van Nijmegen naar Utrecht via Arnhem? Nou, Mark de Boer, als je eventjes de video van afgelopen woensdag bekijkt, dan is dat al gebeurd. Dus we waren je voor natuurlijk, Mark. Ja, dat moet je wel weten. Toffe video, ben op dit moment bezig met een scenario. Ja, de acte, yep, dan moet ik toch... eigenlijk ben je al een beetje te laat. Ik heb je al een paar keer geprobeerd op Skype te benaderen, maar ik krijg de hele tijd geen gehoor van je. Dus ik ben zelf maar in een scenariootje begonnen. Maar daarna dan wil ik ze zeker allemaal van jullie een keer rijden. Dus laten we gewoon proberen na de 100 afleveringen, om dan gewoon iedere zondag sowieso gewoon een nieuw vers scenario te doen. En dan woensdag proberen we dan misschien nog eens een keer wat ouds te doen. Maar nou, dat lijkt me wel leuk om dat als streven te hebben. Dan ga ik ook mee werken. En als jij er dan ook mee helpt om scenario's bouwen, dat lijkt me wel heel erg leuk. Ik zie dat we trouwens even flink in de ankers moeten. Ik heb altijd het idee dat hoe meer bakken je hebt, hoe ook dat die minder snel remt. Maar dat hoort niet eigenlijk, volgens mij. Dus, zo. 8 bakken. Oké. Oké dan. Zo. Zo. Oké. Even kijken wat we hier nog allemaal hebben. Volgens mij zag ik hier namelijk een oude bekende ergens lopen. Even kijken, waar is die? Nee, jij niet. Voor jou doen we het niet. Zo. Mevrouw Koptelefoonmans, die had toch een prachtige jurk aan vandaag, moet ik zeggen. Heel veel... ik moet zeggen, hij is wel mooi op tijd. Ja. Heel veel ICM hier ook. Nou, ik zocht meneer Koptelefoonmans, maar dat gaat hem niet worden. Oké, laten we snel doorgaan. Oh, hier rechts is die jongens. Jongens. Ja, kijk eens hier eens even.
oké. Okay. Nou, zullen we hem gewoon even pesten? Zullen we hem gewoon even pesten? Zullen we doen? Ik zou zeggen, turn up the music! Oké dan, dat was hem weer. Laten we snel doorgaan met de reacties, want anders gaan we het niet halen. Even kijken, ik heb er hier nog eentje van Dutch Dog Gaming. Weer een leuke video. Gisterochtend was er bij in de buurt 200 meter van mijn huis. Weer een leuke video. Gisterochtend was er bij mij in de buurt ongeveer 200 meter van mijn huis een aanrijding met een persoon. Het was dezelfde trein als waar jij mee hebt gereden. Gistermiddag had ik een ICM met 4 bakken als sprinter. Oké, nou, dat laatste is wel leuk, maar dat eerste is niet zo leuk natuurlijk. Van die aanrijding. Dat is altijd lastig. Ik zal vertellen, bij mij is hier een keer voor de deur gebeurd. Want ik woon, als de meesten wel weten, bij een spoorwegovergang. En er is een keer voor de deur gebeurd. En ik zag allemaal meldingen. Toen had ik hem... Oh, ik heb hem hier liggen toevallig. Een pager, oftewel een pieper. En daar kreeg ik altijd mijn meldingen op. En toen zag ik gewoon bij mij in de straat dat er allemaal hulpdiensten zijn. Maar ik zag niks. Dus nou, was het al snel bekend dat het was natuurlijk. Even kijken, ik heb hier nog een reactie van Bert van Münster. Wauw, wat een mooie route, Victor. En het laatste station is Ede-Wageningen, als ik goed zag. Ook erg leuk dat je met een DDR reed, want die treinen rijden nog steeds. En het mijn lievelings NS-trein. Maar echt een lievelingstrein is de GTW. Klasse, Victor. Dankjewel, Bert, voor je leuke reactie weer. We mogen een beetje gas bijgeven. Jaden Handelman, hey Victor, ik zou graag met jou een scenario maken. Ik heb zelf Theester 2016, mijn Skype naam is Jaden. Oké, nou ga ik eens eventjes, dat heb ik wat aan. Daar kunnen we misschien nog wel wat mee doen. Ik train simulator spellen, maar ik krijg hem niet op mijn PC. Hoe kan dat? Ja, ik heb geen idee. Ik weet niet hoe je hem erop probeert te krijgen. Dus ik, ja... even kijken. Zou ik ook Space Simulator voor je kunnen spelen? Ik ken Space Simulator persoonlijk niet. Maar geen idee. Dus, Oké, dat waren de reacties. En de likes, dat zit ook zeker weten goed als ik het nu bekijk. 47, dus helemaal niet verkeerd, denk ik zo. Oké. Oh, nee. We gaan weer heel te hard. Zo. We gaan weer veel te hard. Het is al zo'n kort stuk. Zo. Oké, top. Zo, oké. Ja, en Noordwest-Nederland, waar heel veel mensen die zeiden van... Nou, dan moet je weer eens een keer op rijden. Dus bij deze dacht ik van, nou, dat moeten we nog wel eens een keertje doen. Hier links hebben wij Gino staan. Die staat te wachten op ons. Met zijn tractor. Hey, Gino. Hey, en welkom bij een nieuwe aflevering van Farming Simulator 2015. En deze... Altijd leuk, hè? Gino plagen. Ja, dat doen wij nooit hoor, elkaar plagen. Nee, wij zijn altijd zo braaf. Ja, heel leuk. Zo, hier links hebben wij Dimi staan, zie ik. Met de Eurotruck Simulator. Ja, welkom in een nieuwe aflevering van Eurotruck Simulator. En vandaag gaan we onze rit vervolgen. Ja, top. Heel erg leuk. Zo, en dan zijn wij alweer aangekomen op ons eindstation volgens mij. Dat had echt hard een kort ritje, maar wel een mooi ritje, al zeg ik het zelf. Zo. Oké. Afremmen naar 60. Top. Nou, en dan bedank ik je voor het kijken. Ik ben blij dat ik station Schagen in ieder geval wel heb gehaald. Dan bedank ik je voor het kijken van deze aflevering van Train Simulator. Vond je het leuk? Ram dan zeker op die like-knop. Vind ik altijd heel erg leuk.
En dan zien we jou volgende week weer met 5 toffe nieuwe video's. Hopelijk ben je er dan natuurlijk ook weer bij. Ken je ons nou nog niet? Dat kan. Ram dan op die abonneerknop. En dan krijg jij gewoon als eerste een berichtje wanneer wij een nieuwe video op de markt brengen, als het ware. Zo. En ik zie hier links ook alweer zo'n mooie prachttrein staan. Heel leuk. Oké, top. Oh, ik heb helemaal niet met lampen aangereden, jongens. Oké, nou, hebben jullie niet gezien, hè? Dat hebben jullie niet gezien. Oké. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, tot volgende week. Doei! Dat was Train Simulator en Game Channel voor deze week. Check de video in het scherm voor een video uit de oude doos. Dan zien we je dinsdag weer met een nieuwe aflevering van Minecraft Server Building. Tot dan!